Hallo, welkom terug op onze channel. Ik heb vandaag weer een unboxing van Inning. Ik denk dat ik één ding heb besteld. Dus het is tijd voor deze huge doos. Eens kijken. Ik ga het allemaal even stikken. Wat? We willen we allemaal niet hebben. We willen producten. Even uithalen. Ja, het is allemaal goed. Dus die ga ik wel even in de doos steken. Maar ze moeten natuurlijk wel goed beschermd worden besteld. Dus ik snap het. Here it is. Het is de Kiss the Girl Funko Pop scene. Ik wou het dus laten bestellen en ja, toen ging het even niet. En toen vond ik hem nergens meer en toen zag ik hem ergens, dus heb ik hem besteld. Zo van, breng ik ze weer weg. En nu heb ik hem. Ik ga hem direct uit de doos halen, want het plastic weer kaatst een beetje. Oh, dit is zo cute. Zo, Little Mermaid movie moments. Ook voor de 30 jaar special edition. Al dat soort dingen, dus. Dus nummer 546 voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ik had dat allemaal niet zo blij. Ik heb wel een paar funko's, maar ik heb niet wat. Uit de doos gaat het wel. Weer kunnen kijken. Ah, zo pretty, zo pretty, zo pretty. Oh my god, ja. Oh. Dus het zijn Ariane, Erik. De Kiss the Girl scene. En Botje is er ook bij. En Sebastian ook. En de viesjes. Oh my god. Dit is echt zo cute. Je kunt zelfs in de boot een beetje kijken. Naar de kleding en zo. Oké, dit is schaar. Dit is zo cute. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Een keileuke scène uit de film natuurlijk. Dus dat je dan zoiets hebt om neer te zetten is gewoon geweldig. En ik ben met de schappen van mijn kasten bezig. En ik wil een Ariel schap maken natuurlijk. Niet dat ik nu geen Ariel schap heb, want natuurlijk heb ik wel een Ariel schap. Maar ja, omdat het 30 jaar bestaat. En I like Ariel en Eric. Dus ik ben hier heel blij mee. Ik ben blij dat het er is. Ik vind het echt heel leuk gedaan. Oh my god. Ja, ik vind dus niet alle Funko's even leuk. Maar sommige vind ik heel leuk. Dus. En deze valt zeker onder, vind ik heel leuk. Ik vind het ook geweldig dat je de strik van Ariel zo mooi kunt zien. Oh, echt, ja. Dit is zo'n mooie aanwinst voor mijn schap. Dus helemaal blij. Deze komt van de Funkopups.nl website, denk ik. Ik ga het beneden linken. Nou, als je daar graag iets wilt bestellen, dat je kunt bestellen. Als ik daar dan toch over ben. Ik heb nog twee dingen dat ik besteld. Kijk hoor. En dan was deze Jutter Funko. Van de Little Mermaid series. De meeste van die kun je daar ook krijgen. En zo. En deze Tiana komt ook van die website. Zo ben ik daar opgekomen. Maar dit is een Rock Candy. Dit is geen Funko Pop. Dus die heb ik daar ook gehaald. Dus voor Funko Pop fan, ga naar die website. Dus ik ga mooie Kiss the Girl. Doei!